het onafscheidelijke duo, zoals gezegd, Nicole en Hugo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het begon allemaal met goeiemorgen, goeiemorgen. Nu al 39 jaar geleden, onvoorstelbaar, hè? Ja, het is niet te geloven. Volgend jaar, 40 jaar, hè? Ja. We gaan dat uitgebreid vieren volgend jaar. We gaan een theater... Zijn er al plannen? Ja, ja, absoluut, ja. Absoluut. Die zijn al volop in voorbereiding. We gaan volgend jaar een theater doen. We gaan in culturele centra's gaan we een show doen. Niet zoals je vanavond gezien hebt, totaal iets anders. Omdat we in het theater toch een paar andere dingen kunnen doen. Ook cabaret en hele mooie teksten. Er komt ook een nieuwe full CD. Er komt eerst nog dit jaar, in begin mei, een nieuwe single. Geproduced, geschreven speciaal voor ons door Bart Peters. Dus, en dan gaat hij nog twee nummers voor ons voor de full CD maken. Dus ja, vorig jaar deed het ontzettend veel plezier dat jullie de zomerhit hebben behaald. Eerst de winnaars van Zo is er maar één. Het kon niet meer op, hè? Nee, het kon niet meer op. En dan de Mia. Ja. En de Mia dit. En nu net hebben we vernomen dat we dus gewonnen hebben met hartelijke groeten aan iedereen in de afdeling Graag zien. En dat betekent dat we dus vereeuwigd worden. Vereeuwigd worden. We gaan naar de ruimte. En dus je ziet, het houdt niet het op. Het houdt niet op. Veronderstel dat dat nog zou gebeuren al die jaren? Nou, alle paar jaren hadden we heel graag in Zo is er maar één de pastorale gezongen, maar dat werd altijd achteruitgeschoven, omdat ze denken, ja, Nicole en Hugo, dat is ambiance, en dat is... Maar we wilden ook eens iets anders doen. Het is mooi gebracht, hè, Hugo? Maar het is een mooi nummer. Het is eerst en vooral een mooi nummer. Ja. En het is een nummer dat eigenlijk op ons lijf geschreven is. Dus het vind ik een van de mooiste liefdesliedjes die er bestaan. En dat moest in ons repertoire zitten. We hebben er een beetje moeten voor vechten, zoals Nicole zei, maar we hebben het uiteindelijk gedaan. Met het resultaat dat we, zo is er maar één gewonnen, de zomerrit. Wat ook zo tof is, dat al die wedstrijden, dat zijn eigenlijk publieksprijzen. Ja. En we zouden langs deze weg aan al de mensen een dikke merci uit de grond van ons hart voor al de sms'jes die jullie voor ons gestuurd hebben. Ja, jullie zijn schatten. Ja, merci. Maar dat is de waardering van wat jullie al zoveel jaren hebben gedaan voor hen ook, hè? Ja, misschien wel. Maar we zijn blij dat we die waardering nu al krijgen. Hè? Want we hebben het al een paar keer gezegd, het is niet te geloven dat je op het einde van een carrière, je moet het toegeven, we zijn niet meer van de jongste, dat we op het einde van een carrière zoiets mogen meemaken. En het publiek dat zo spontaan en zo veelvuldig kiest voor een nummer van ons. Bijvoorbeeld Anne-Christie en Louis Neefs, die hebben het postuum gekregen en wij hebben het geluk dat we nog leven en dat we het allemaal mogen meemaken. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Ondertussen ook 38 jaar getrouwd? Ja. Ja, 1 december. Het vliegt voorbij. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Het vliegt voorbij allemaal. Wij beseffen heel goed, we zijn in het laatste gedeelte van ons leven. Dus, want wij gingen eigenlijk een beetje afbouwen, maar door pastorale is er van afbouwen geen sprake meer. Dus jullie agenda staat bordevol? Ja, agenda staat heel vol. Heel vol. Je zegt altijd dat crisis is, maar niet voor Nicole en Hugo. Maar ik denk voor veel artiesten niet. Het is een crisisperiode dat de mensen zich eens graag amuseren en verzetten. En dan moeten wij paraat staan. Ja, ondanks alles is een crisis. Oké, de mensen moeten 2 keer een euro omdraaien om toch voordat die wordt uitgegeven. Maar zo'n crisissen zijn wel goed voor de artiesten die betaalbaar blijven. In de eerste plaats, hè, want je kunt ineens een prijs gaan vragen, dat zit ook thuis. Maar als je betaalbaar blijft, de mensen willen zich amuseren, eventjes weg uit dat dagdagelijkse sleur van... En daarvoor zijn artiesten muziek het ideale. Ik denk het wel, ik denk dat dat vanavond weer muziek verzacht de zeden, zeggen ze. Ja.